Ik loop hier in Haren, het is best fris. Ik heb afgesproken met Anton Broening. En hij is directeur van Gasterra, een bedrijf wat handelt in gas. Oh, Sebastiaan. Hey. Hoi. Een elektrische auto. Ja, dat klopt. Dat moet je eens uitleggen. Dat zal ik je uitleggen. Kom maar mee naar mijn huis. Anton, een elektrische auto en een gasman. Hoe kan dat in godsnaam samen? Dat moet je eens uitleggen. Nou, dat zal ik je uitleggen. Maar eigenlijk is het heel normaal, want deze auto rijdt op gas. Maar wel een elektrische laadpaal. Ja, en die krijgt zijn stroom dus hier vandaan. Een brandstofcel. De tweede in Nederland en hij staat bij mij in huis. Maar wat is dat dan, zo'n brandstofcel? Via deze leidingen komen aardgas binnen en hij zet aardgas om in elektriciteit. Dat is het? Dat is het. Maar nou is dit dus een kleine energiecentrale. Waarom haal je niet gewoon stroom bij een echte energiecentrale? De eerste reden is, hij zet het gas heel efficiënt om in elektriciteit. Eigenlijk beter dan een Nederlandse elektriciteitscentrale. Dan is er een tweede reden, hij maakt de elektriciteit hier thuis. Dus ik hoef het niet te vervoeren van de elektriciteitscentrale naar mijn huis. Maar nou, dan is er een derde reden. Hij produceert nog een heel klein beetje afvalwarmte. En die afvalwarmte die sla ik hierop in deze boiler. En 's ochtends douchen wij met het warme water wat hier van de brandstofcel komt. Anton heeft 2 jaar ervaring met dit prototype van de brandstofcel. Inmiddels is de BlueChain uitontwikkeld en verkrijgbaar voor iedereen. En dan de hamvraag toch een klein beetje, wat bespaar ik daar dan mee? Nou, ik bespaar nu op dit moment 100 euro in de maand, omdat aardgas goedkoper is dan elektriciteit en ik maak dus mijn eigen stroom. Kom, dan gaan we nu even weer gebruik maken van onze zelf opgewekte stroom. Altijd leuk lijkt. Deze gaat hierin. Dus dat is eigenlijk alles? Dit is alles. Nou, zo zie je maar. Zo loopt een elektrische auto, dus gewoon op gas. Precies. Hartstikke goed.